Hey iedereen en leuk dat je weer kijkt naar Aldous Games. Mijn naam is Roy en vandaag, het is weer de tijd. Ja, de tijd is weer aangebroken jongens, dat we weer lekker gaan verder bouwen in de Sims 3 met onze school. Want ja, wij moeten wel naar school, maar vandaag niet jongens, het is vandaag donderdag. Ik weet dat deze video laat online komt, want daar kom ik dadelijk wel even achter. Het is bijna Pasen, godverdomme. Oh, dat mag ik niet zeggen. Verdomme, sorry. En ik heb er weer zin in jongens, ik heb er zin in en Ik heb iets doods op mijn hoofd zitten. Ik weet het. Daar gaan we het even niet over hebben. Want weet je waar we het over gaan hebben? Ten eerste, we gaan Appeltje Peertje, die had bij de vorige video had hij gezegd van maak het schoolplein. Please Roy. En maak een Engels lokaal of een Spaans, Frans en Duits lokaal. Toen dacht ik van weet je wat jongens. We zitten godnon nu. Zitten we altijd met onze schoolboeken in die school te bouwen hè. Elke dag. Nou ja, elke keer als we dit opnemen. Als het online komt. Maar godnon, hebben we nog niks buiten gedaan. Godnon, zeg. Nou zeg, we gaan even lekker dat schoolplein maken, hè. Vind ik een goeie. Laten we het eens eventjes doen. Ik dacht van, weet je, we zijn net binnen geweest. Laten we nu eens wat buiten doen. En dat vind ik ook wel een goeie, want daar hebben we nog helemaal niks aan gedaan. Echt helemaal niks. Dus ik vind het de hoogste tijd dat we dat gaan doen. En dan kan ik ondertussen eventjes uitleggen van, ja, Roy... Ziet eruit alsof je net van je werk komt. Of, of je hebt iets anders gedaan. Of je hebt net een marathon gelopen. Joh, je haar ziet er niet uit. En je bent een beetje druk. Wat is er aan de hand? En waarom komt deze video zo laat? Girl, ik ga je dat vertellen. Oh ja. Dat ga ik nu zeker vertellen. Ten eerste ga ik hier. Komt een soort ingang aan vast. Een plek. Waar je naar buiten kan en naar binnen kan. Dat wil ik hier creëren. Maar even tussendoor. Ja, waarom zie ik er zo echt uit alsof ik niks aan mijn uiterlijk heb gedaan? Ja, echt hoor. Echt letterlijk. Jantje bedankt. Roy, je mag niet zo zeuren. Ja, echt wel. Ik mag echt zeuren vandaag. Godnon nu. Oké. Ik kom even van mijn werk. Ik heb het deze week, jongens, echt godskleerdruk gehad. Ik kan niet zeggen wat ik heb gedaan. Maar ik heb het ontzettend druk gehad. Echt, halleluja zeg. Jantje. Echt, elke avond toen ik thuis kwam van mijn werk. Of nee, van mijn werk. Ik loop stage. Maar dat beschouw ik als werk. Want ik zit daar van 9 tot half 6 elke dag. Dus het zijn wel lange dagen. Dan kom ik nog thuis. Eigenlijk ben ik van half 8 's ochtends tot ongeveer half 8 's avonds onderweg. Gewoon weg van huis. En daarna moest ik dan... Ja, deze dagen moest ik ook gewoon thuis nog werken. Aan dat project dan, waar ik niks over kan zeggen. Maar echt... Ik heb het zo druk gehad, hè, kinders. Jantje, mijn nant. Niet te zuinig, hoor. Echt niet. Oké, ik wil even dit leuk aanpassen, want het ziet er echt... Godskleren niet mooi uit. Jantje, mijn nant. Oké, zo. Laten we het zo oplossen. Ik denk dat het zo wel een goede is. Het is toch niet zo gek? Oh... Even klikken. Zo. Kijk, dan kan je naar binnen en je kan... Girl, dit is goed gepositioneerd hoor. Kijk nou, je kan zo de prullenbak. Die staat er ook nog. Oké. En doordat ik het druk had, heb ik helemaal geen tijd gehad om een filmpje op te nemen voor vandaag. Dus komt die zo laat online, girls and boys. Oh yeah. Oh yeah. Ik keek even naar mijn telefoon. Die heb ik letterlijk hier liggen. Want het is zo stoms. Zo stoms. Kennen jullie het spel Piano Tiles? Weet je wel dat spel wat je, dan speel je een soort pianomuziekje en dan moet je hele tappen zo op die dingen. Misschien, als je het nooit hebt gezien, dan snap je het niet. Maar als je het wel eens hebt gespeeld, of je weet wat het is. Ik heb die app, heb ik nog steeds niet geüpdate, sinds Halloween. Dus dat is heel lang geleden. Dat is echt, oh my god hoor, wat de hel. Dat is wel heel lang geleden. Maar, ik zal je eens even wat vertellen. Trouwens, ik wil even dezelfde trapjes als hier. Dat vind ik wel mooier. Ik zal je eens wat vertellen. Ik krijg elke dag om 7 uur 's avonds. Krijg ik nu. Krijg ik een bericht. Jeetje, wat ben ik nou aan het doen? Krijg ik een bericht van... Happy Halloween! Go get some treats! Ja. Wat moet er naar mij nu? Elke avond, hè. Om 7 uur krijg ik dat berichtje. Nou, echt, ik weet niet wat ik daarmee moet. Niet dat het zo ernstig is. Maar omdat ik die app niet heb geüpdate, op mijn mobiel, komen steeds dingen nog voorbij. Nou, echt, je wordt er dood mee gegooid. Maar bijna dan, bijna dood mee gegooid. Dat is toch niet leuk, hè? Dat is toch niet leuk? Oké, nou laten we even een buitenterrein maken, jongens. Weet je, ik zit al genoeg te wauwelen vandaag. Maar we moeten niet zo wauwelen. We moeten bouwen. We moeten niet wauwelen, we moeten bouwen. Goed advies van Roy, hoor. Zo, echt wel. Zo, kijk, deze hangen dan niet meer de deur uit. Ja, die moeten natuurlijk niet buiten hangen. Want je wilt niet buiten lopen zitten op een proef. Of wel soms, nee toch? Oké. Nou, we moeten het een beetje gaan indelen. En ik wil geen... hoe heet het? Ik wil geen... Oh, dit is wel heel lelijk nu. Hoef. Hoef. Laten we die maar zo doen. Zo, en dan doen we er nog een raam tussen. Hier zo tussen. Want anders kunnen we echt niet meer door, hoor. Het ziet er nog wel heel lelijk uit. Hahaha. Ben je, een school is ook lelijk. Dus dit kan er wel bij. Hoe ging het goofelachje ook weer? Ik weet het niet meer, jongens. Ik weet niet meer hoe het goofelachje ook weer ging. Dat was het toch? I don't know. Oké. Nou, laten we een beetje gaan beginnen. Bij de buitenkant. Want ja, we moeten er natuurlijk wel een beginnetje aan maken. Want anders komt er natuurlijk helemaal niks in, jongens. We willen natuurlijk wel wat hebben hier, potverdorie. Oké. Wat zullen we hier doen? Hier moet een beetje een soort lounge komen. Maar ook weer niet. Misschien moet hier ook wel gewoon... Er moeten gewoon twee boompjes staan. Doe ik wel zo. En dan haal ik er gewoon wat uit. Zo. Daar komen twee boompjes staan. Nou, kijk, wil ik het zo. Zo. En dan hier een boompje. Zo. Oh nee, dit klopt niet, hè, jongens. Nee, dit is niet goed voor mijn esthetische hoofd. Het moet wel allemaal gelijk zijn. Dus ik doe er hier twee. Hier twee. Nee. Hier twee. Zo. Nee. Zo. Nu is het gelijk. Nu is het gelijk, jongens. Nu klopt het. Het moet wel allemaal gelijk zijn, jongens. Anders kunnen we niet... Nee. Nee, dat kan je gewoon niet, hoor. Dat is echt een soort tik van mij. Dat moet gewoon zo recht zijn. Kijk, nu klopt dit. Dit klopt voor geen meters, hè, jongens. Dat is echt zo lelijk. Maar ja, daar moeten we natuurlijk nu maar mee doen. Want er zijn geen deuren van 3, toch? Of wel? Nou ja, kijk, we krijgen zo'n deur. Ja, sorry, ik hoef geen kasteeldeur, hoor, jongens. Nee. Die sla ik even over. Echt wel. Trouwens, mijn haar is een soort van... Ik mag niet meer over mijn haar praten, hoor. Ik weet het. Het is echt een beetje Roy van Drunen van vorig jaar. Nou ja, het haar wat ik nu heb, eigenlijk. Niet wat je nu ziet. Het is nu echt vet lang. Ik ga naar de kapper, ik weet het. Voor de Dutch Youth Gathering. Oh yes. Hoe heet het? Wat wilde ik nou zeggen? Het is een jaar geleden dat ik mijn kapsel heb veranderd. Ja, en als je dat nooit hebt gezien... Jullie hoeven het ook niet te zien, hoor, als je het nog nooit hebt gezien. Maar ja, dat was heel anders toen. Mijn haar was ontzettend anders. Dus, nou ja, ontzettend anders. Hoe het er nu uitziet. Maar dan eigenlijk nog wat netter misschien. Het leek ook een beetje op een mop. Weet je wel, van zo'n dweil. Maar dan op zijn kop. Dat was ik eigenlijk. Als je niet snapt wat ik bedoel. Ja, snap ik. Snap ik dat je dat niet snapt. Oké, ik wil ook een soort... Kijk, dit hebben we nu een beetje. Dus een beetje gewoon de main area. Ik wil ook gewoon eigenlijk dat je gewoon in het gras kan zitten. En nu hebben we niet veel plek hier meer. Maar... We gaan het gewoon oplossen, hè. Want ik wil een beetje van die picknickplaatsen voor buiten. Weet je, een beetje... Ook wel een beetje gezellig. Want school moet wel een beetje gezellig zijn. Dus ik wil gewoon van zulke dingetjes wil ik plaatsen. Kijk, die wil ik hier ook voor plaatsen. Want stel je hebt gewoon... behoefte aan wat bakstenen bij je voeten. Dan kan je ook gewoon zitten. Wie heeft er nou behoefte aan bakstenen? Bij hun voeten. Ik snap het niet. Maar ja, oké. Dus hier heb je dat ook. Ik wil dan ook nog meer natuurlijk. Ik wil ook gewoon weer meer wat boompjes. Ja, weet je, wat moet er eigenlijk allemaal in zo'n tuin? Nou ja, in zo'n plein. Het moet een plein zijn. Dus ja, wat moet er allemaal in? Dat is nog een beetje de vraag. Ik wil wel denk ik een scheiding maken. Dat je hier, waar ik nu wijs, bij deze leuke boom, dat je daar niet heen kan. Dus ik ga hier mijn bomen plaatsen om een soort scheiding te maken. Jongens, wat is mijn Sims aan het doen? Jantje beton. Zo. Een soort scheiding maken van... Ja, dat je daar helemaal niet heen kan. Het ziet wel een beetje vreemd uit nu. Opeens er zoveel bomen. Ho, Jantje. Maar weet je, daar moeten we maar gewoon mee doen. Ja. Dat is gewoon leuk. Weet je, we vullen het gewoon op. Het ziet er niet zo gek uit, maar dan plaatsen we hier ook gewoon meer aan boompjes. Dan is het wat realistischer. Zo. Ook vind het wel leuk. Weet je, doet me altijd een beetje denken aan Amerika of zo. Van die grote bomen. Wij hebben dat niet. Wij hebben niet... Ja, ik dan. Ik heb niet op een school gezeten waar van die enorm hoge bomen stonden bij mijn school of zo. En dan keek ik naar buiten en dan was het gewoon supermooi bomen of zo. Alsof je in een bos... alsof een school in het bos was. Maar dat was het niet. Waarom heb ik het hierover? Ik heb geen idee. Oké, wat moet er allemaal op een schoolplein komen? Het is best wel de vraag eigenlijk nog. Dus daar moet u, als je nog iets weet... zeg het nu eventjes in de reacties. En dan kan ik het eventjes fixen. Voor volgende keer. Trouwens, de speedbuild video komt zaterdag online. Ik had op Twitter gezegd van dat het vandaag kwam. Daar heb ik absoluut geen tijd voor. Het spijt me enorm. Maar het komt nog wel. Oké. Misschien wil ik ook een plek maken voor wat tennistafel dingetjes. Een beetje wel sportdingetjes of zo. Weet je, als je het leuk vindt, dan kan je dat ook gewoon doen. Misschien kunnen we dat heel mooi hier doen. En dan... Wacht, dan wil ik dit schuin plaatsen. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Hoe doe ik dit mooi? Zo. Ik wil schuine dingen doen. Kijk, in de speedbuild-video's ga je het altijd... Dan zie je het altijd zo snel voorbij komen, maar... In het echt, ja, nou... Soms weet ik niet wat ik moet doen, hoor. Soms vind ik het gewoon lastig. Oké, zo. Dit ook even vullen. Dan hebben we hem, denk ik wel. Zo, en dan hier nog even. Zo. Oké, kijk, nu kan je er ook heen... Oeh, nee, wacht, het klopt niet. Hier moet nog één blokje. Zo, nu klopt hij. Ja, queen. Ja, oké, het ziet een beetje vreemd uit eigenlijk. Misschien doe ik het wel gewoon niet. Ik ben echt zo'n zeikert. Hahaha. Roy, wat ben je grappig. Je verpest heel de video. Door je stomme bakstenen. Nou, het spijt me hoor, jongen. Het spijt me deer. Ik heb het toch wel last van. Zo. Hoppatee. Kijk, stukken beter. Oké. Nou, in dit gedeelte wil ik dan eventjes wat leuke buitenactiviteiten plaatsen. Oeh, misschien een jacuzzi op school. Oh, een jacuzzi op school, wat leuk. Laten we dat maar niet doen. Ik dacht eraan om dit te doen, weet je, van die voetbaldingen. Maar het is een middelbare school, daar heb je dat niet echt. En ook geen schommels met leuke octopus dingetjes of zo. Of een glijbaan, dat heb je ook niet. Ik zoek gewoon een pingpongtafel. Die hebben ze toch? Of ben ik nou helemaal van het potje gerukt? Ik weet dat ze die hebben. Wat is dit? Een hoefijzerarena. Ja, nou, sorry hoor, maar dat ga ik ook niet doen. Ik zoek gewoon een pingpongtafel. Staat dat niet bij de sportdingen misschien? Misschien staat het wel gewoon bij de sportdingetjes. Waar staan de sportdingen trouwens? Girl, I'm lost. I don't know where I am, honey. Ik denk hier. Ja. Pingpong. Ja! Hey! Vrek! Ik ben toch niet helemaal gestoord. Zo. Er zijn gewoon pingpongtafels. We moeten er geen pingpong wedstrijdenplek van maken. Dus we zetten er maar 3 neer. Dus, ja, lijkt ook nog wel een beetje op een wedstrijdplek. Maar weet je, misschien zijn er wel heel veel getalenteerde pingpongertafels, mensen. In dit gebied van The Sims. Dus dat is toch gezellig. Dat is toch leuk? Ja. Oké, nou. De pingpongtafels staan. Alles ziet er nog heel erg kaal uit. Maar we moeten hem natuurlijk allemaal nog aankleden. Maar de basis moeten we nu als eerst maken. Dus ja, we moeten gewoon even een beetje gezellig maken. Een beetje sfeervol. Een beetje zo van, wow. Het is niet Instagram-achtig dit. Maar ik zou het bijna op Instagram zetten. Zoiets moet het zijn, weet je. Gewoon, het moet het bijna zijn. Niet echt, maar half. Nee, deze vind ik toch niet mooi. Ik wil deze, het Metro Hack. Waarom heet het Metro Hack? Ik heb geen idee. Is er een ander mooi iets voor dit? Oh, deze is wel een beetje schoolachtig. Oeh, deze is heel erg schoolachtig. I love it. Okay, dan doen we dat hier ook. Maar dan doen we het niet helemaal of zo. Dus dat je ook nog even lekker naar buiten kan of zo. Zo. En hier... Huppatee. Trek hem lekker door. Kijk, een beetje een mooi terrein. Kijk, het wordt wel gelijk stukken meer schoolachtig of zo. Toch? Ja. Je moet ook nog even denken dat er een dak op gaat, jongens. Het dak zit er nog niet op. Want kom van dat dak af. Waarschuw niet meer. Nee, nee, nee. Kom van dat... Nee. Roy, zing het maar niet. Nee, het is gewoon lelijk. Het is gewoon lelijk, Roy. Lelijk. Misschien wil ik hier ook nog zo'n boom. Ik vind dit een hele mooie boom. Ik weet niet waarom. Ik vind het echt gewoon een schitterende boom, hoor. Ik vind het echt schitterend. Hij is niet groot. Hij is niet hoog. Ik vind hem schitterend. Echt een leuk ding. Was dit? Wat is dit voor een lelijk ding? Een mini... Oh, hoe kan ik dat ooit zeggen? Het is een mini palmboom, Roy. Hoe kan je dat nou zeggen? Nou, gewoon omdat het een palmboom is, zetten we hem hier een paar keer neer. Oh, kijk, het is ook nog een grote. Leuk ding, hoor. Leuk ding. Oké. Ik moet even snel kijken wat hier allemaal nog buiten moet komen. Ja, ik moet wel nog eventjes iets neerzetten. Want anders gaan jullie zo zeggen van... Roy, je hebt echt geen ene moer uitgevoerd vandaag. Jeetje, meneetje. En dat willen we natuurlijk niet. We willen wel natuurlijk dat, ik tegen, dat, ja, dat jullie kunnen zeggen van... Ja, Roy, je hebt toch wel wat behaald vandaag. Want dat is nu nog niet zo. Hier wil ik ook een lamp. Ik vind het een beetje lelijk om hier een lamp te plaatsen. Dus ik doe het liever hier en hou ik deze weg. Zo. Weet je, je moet toch wel, weet je... Als het snel weer donker wordt... En je zit tot 5 uur op school, dan is het gewoon hartstikke donker. En ja, je moet wel natuurlijk de weg weten. Misschien is het ook leuk om een tennisveld te maken. Dat is wel heel erg leuk. Dat kunnen we... Kijk, dat heb je volgens mij niet in de Sims zelf. Maar dat kunnen we dan nabootsen. Met wat oranje... Het is misschien niet een goede oranje. Maar dat kunnen we hier wel heel erg leuk maken. Toch? Ja. Maak gewoon een soort eigen veld ervan. Net zoals dat we... Waar hebben we dat ook nog ooit eens gedaan? Oh ja, die dingen die wat we op de vloer hebben gedaan in de gymzaal. Als je dat herinnert. Dat is ook wel echt weer 3000 afleveringen geleden. Maar oké, dat maakt niet uit, toch? Nee. Oh, dit is wel echt baksteen. Ik moet echt gewoon echt iets hebben wat echt op een dingensvloer lijkt. Jongens, echt. Maar haar, girls. I don't know, maar mag er niks over zeggen, dus... Spijt me. Oh, dit is wel een goeie. Het is echt een afschuwelijke kleur. Maar het is echt wel een goede kleur eigenlijk ervoor. Dus eigenlijk is het wel goed. Oké, en dan moet eigenlijk een soort hek, hoog hek maken ofzo. Maar ik heb alleen dit. Dat is ook wel goed, maar... Ik doe echt gewoon een soort... Ja, niet dit. Nou, het gaat wel de richting in. Die is mooi. Love it. Die is nog mooier. Hoe is deze? Nee. Nope. Deze is wel mooier. En dan doen we hem gewoon helemaal doortrekken. Lekker doortrekken, jongens. Oh, die hebben ook nog een andere kleur, joh. Ik heb die liever gewoon in zo'n zwarte kleur of zo. Want dat vind ik meer bij zo'n iets passen. Kijk, hup, thee. Wordt gelijk sportief ervan. Wordt er meteen helemaal sportivio's van. Oké, nu moet er eigenlijk zo'n hek in. Maar ik ga toch niet zo'n hek plaatsen. Dat is toch lelijk. Plaats liever gewoon eigenlijk gewoon een gat erin of zo. Toch? Oh, weet je wat we doen? Ik weet al helemaal, jongens. Ik weet al helemaal hoe we het oplossen. We zetten hier nog zo'n hek. En dan doen we hem hier open. Hey, kijk eens. Lossen we eens even mooi op, hoor. Kiek hem gaan. Het ziet er eigenlijk niet zo mooi uit. Maar het ziet er wel sportief uit. En het is sportief. Oh yes. Nou, dan moeten we nog een ding hebben. Ik heb 1 keer op tennis gezeten. Heel kort. Ik ben dus heel snel vanaf gegaan. Dus ik weet niet echt meer ja, de indeling van het veld. Maar weet je, we gaan er gewoon wat van maken. Oh, wacht. Zo. We maken er gewoon wat moois van. Gewoon hup. Dit lijkt er al een beetje op, toch? Niet? Ja, jongens, jullie zitten vast wel op... tennis, of hebben jullie op tennis gezeten? En dan denken van, Roy, dit kan echt niet. Dat is zo lelijk. Jullie denken dat vast nu. Ik denk het wel, hè? Ja. Oké. Ik vond dit eigenlijk wel mooi zo. Nu wil ik het zo eigenlijk hebben. Zo. Waarom ben ik weer altijd zo pietje precies hierin? Alles moet weer netjes gelijk zijn. Zo, oké. En het moet eigenlijk nu een soort hek hebben... Wat een soort, ja, zo'n ding is. Misschien dit? Nou, Roy, hoe kan je dat voorstellen? Zo van, Roy, laten we die doen. Nou, dat kan niet, hoor. Ik vind dit nog beter zelfs. Oh, oh. Nou, dit is echt wel een hekwerk. Misschien dit. Oh, ja! Oh mijn god, die is prachtig. Pretty. Oké, nou dit hebben we ook gefixt. Oeh, dit vind ik wel heel erg cool. Dit vind ik echt, denk ik, het mooiste van heel de school. Dat zeg ik altijd. Ik weet het. Maar het is ook zo. Nou, misschien niet. Misschien niet, jongens. Oké, we gaan even snel de bankjes neerzetten. En dan is het alweer de hoogste tijd om de video af te sluiten. Oh, kijk naar die bankjes. Och, kijk nou wat beautiful. Pas er helemaal bij, hè, deze bankjes. Zo, kijk eens aan. 2 bankjes erbij. Eigenlijk moet er nog zo'n ladderding hebben waar iemand op kan zitten. Met zo'n bal, zo van... nee, maar dat kan niet in de Sims. Oké. Nou, volgende keer gaan we verder met het schoolplein. Ik vind het heel erg leuk al worden. Als je nog iets hebt voor het schoolplein, laat het eventjes zeker weten hier in de reacties hier beneden. En dan hopelijk zie ik jullie volgende keer weer bij Aldous Games met een nieuwe video. Zaterdag een nieuwe speedbuild video. En een fijne paas alvast. Bedankt voor het kijken en bye bye.